Hallo, welkom in deze video over folietechnieken op de TODO-machine. De folie is verkrijgbaar in verpakkingen met 4 rolletjes in verschillende kleuren, 6 rolletjes in goudkleurig of 6 rolletjes in zilverkleurig. Inmiddels heb ik de machine op laten warmen en ik begin voor de eerste techniek met een TODO-achtergrondstans. Dit is een foliestans waarmee je folietechnieken kunt toepassen. Je kunt ermee embossen en letterprestechnieken mee uitoefenen. Je kunt er niet mee stansen. Ik knip een velletje folie op het formaat, de grootte van de stans of van het papier waarmee ik wil gaan werken. Ik leg een stukje glad karton op de folie en omdat de folie uitsteekt buiten mijn papier, leg ik er een klapblaadje op en ik sluit hem af met de A-plaat. Ik stel de machine in op stand 3 en draai de rollers over de machine heen. En het patroon van deze foliestans is afgedrukt in de folie op het papier. Ik verwijder de folie langzaam en voorzichtig. En ik heb nu gouden folie op zwart papier gedrukt. Het negatief wat je hiervan overhoudt hoeft niet weggegooid te worden, want dit kun je ook op het papier branden. Je hebt hiervoor een gladde plaat nodig. Ik draai de foliemaal om, want de achterkant is glad. Ik leg de folie met een gekleurde zijde op de warmteplaat. Hierop leg ik een stukje papier met de gladde kant van het papier op de folie. En omdat de folie uitsteekt buiten het papier, leg ik er een klapblaadje op en sluit hem af met de A-plaat. En ik draai dus rollers over de machine heen, op stand 3. En zo heb ik het negatief van de folie op het papier gedrukt. Je kunt ook gewoon een snijstansen gebruiken. Dit is een snijmal van Ultimate Craft Design. En ook hier knip ik een stukje folie af op het formaat de grootte van deze stans. Ik leg het papier erop. Doordat het folie uitsteekt buiten het papier, leg ik er een klapblaadje op en sluit af met de A-plaat. En draai de rollers over de machine heen. Ik stel hem ook in op stand 3. Dit is een dunnere stans. Dus in stand 3 gaat het goed, want ik wil niet dat hij snijdt, maar dat hij echt de snijranden voorziet van een folielaagje. Voor deze techniek gebruik ik een gladde plaat en een stans die ik al eerder uitgestanst heb. Ik leg de folie met een gekleurde kant op de warmteplaat en ik leg daar bovenop de stans met de goede zijde naar beneden, want de zilveren kant van de folie plakt aan het papier. Dus op deze manier krijg ik aan de voorkant van de stans de folielaag. Ik stel de machine in op stand 3, draai de rollers over de machine heen en ik heb mijn witte tekst nu voorzien van een oranje folielaag. Dan kun je ook nog werken met 2 kleuren folie. Ik begin eerst met een oranje kleur folie die ik op deze streepjes achtergrondstans leg. Ik leg er op het papier. Ook hier steekt de folie weer buiten het papier, dus dek ik hem af met een klapblaadje en de A-plaat. En ik heb nu een oranje streepje op het papier. Deze stappen herhaal ik nogmaals, maar dan met zilver. Ik draai het papier een kwartslag, zodat er in plaats van een streepje een blokje zal ontstaan. Wanneer ik nu de folie verwijder, heb ik een blokje en geen streepje meer. En zo kun je natuurlijk eindeloos variëren met verschillende kleuren folies. Nu hou je door al het gebruik met folie verschillende soorten restjes over. Deze hoef je niet weg te gooien, maar knip daar bijvoorbeeld kleine stukjes van. Ik neem een achtergrondmal, in dit geval met een blaadje. Ik heb van alle restjes folie kleine stukjes geknipt en deze leg ik verspreid in een mozaïek op de stans. Ik laat de stukjes folie een beetje over elkaar heen lappen, zodat ik mooie overlopen krijg, dadelijk op het eindresultaat. Mocht je hier en daar een stukje overgeslagen hebben of open hebben, is dat ook niet erg. Dat geeft wel een leuk en speels effect. Ik leg het papier erop, een kladblaadje en de plaat. En wanneer ik nu de restante folie weghaal, kun je zien dat ik een heel speels effect heb met verschillende kleuren. Folie. Dit geeft een heel leuk effect om te verwerken op kaarten. Nou, deze reststukjes die kun je wel weggooien. En als laatste de crunchy techniek. Hiervoor werk ik met een nog koude ondergrondplaat. Normaal, als je met folie wil gaan werken, moet je je plaat de kans geven om goed warm te worden. Nou, in dit geval wil ik dat juist niet. Mijn machine is wel warm en ik leg een gladde ondergrondplaat op de warmteplaat. Hierop leg ik een stukje folie, wat ik op maat geknipt heb, en daar bovenop het papier. Ik dek hem af met de A-plaat en ik draai de rollers best wel snel over de machine heen. Doordat ik met een te lage temperatuur werk en heel snel draait, krijgt de folie niet de kans om goed aan het papier te hechten, waardoor je dus deze crunchy ondergrond creëert. Deze ondergrond kan je heel leuk verwerken met verschillende stempeltechnieken. Bedankt voor het kijken naar deze video.